Prem, we beginnen. Ik vroeg jou net... Heb ik je godverdomme toestemming gegeven, snotneus van 21 of 1? Meneer Radakishun voor jou, lul, witte aap. Hebben jullie fucking blanke geen manieren? Leuk geprobeerd. Leuk geprobeerd, dankjewel. Het ziet er kut uit. Ga maar. Hey, bedankt, hè. Mijn naam is Huub en we staan hier vanavond bij het Billenbal. Het mag geen boekenbal meer heten, omdat het boekenbal er last van had. Dus het heet het Billenbal. Georganiseerd door mijn buurman Rob Muns. En er zijn wat interessante mensen die spreken, zingen, muziek, dicht, cultuur. Van alles en nog wat. En we gaan vanavond wat mensen interviewen, als we de tijd hebben. Als je één tip mag geven, je moet eindigen op een vraag. Je moet niet je vragen invullen. Ja, ik ben een heel lang radioverslaggever geweest. Okay. Dan leer je dat op je eerste. Dus je moet gewoon eindigen op iets. We nemen de Bullencake weer als party en we nodigen iedereen uit die we leuk vinden. En mensen die kaartje kopen, die mogen ook komen. Dus... En samen beslaat ze weer om terug te kletsen. Lekker punt. Dat is triest. Ga lekker zitten. Ja, dankjewel. Oh, sorry. Oké, loopt dan. We zijn hier vanavond bij het Bullenbal. Ja. Dat is een boekenbal in de Zaanstreek. En ik zit hier naast Martin Bosma. En Martin Bosma, wat is uw functie? Nou, ik ben lid van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Dus je hebt een parlement. En daar mogen mensen dan voor kiezen. Dat heeft 150 leden, dat heet de Tweede Kamer. En daar ben ik lid van. En ik ben er ook ondervoorzitter van. Ondervoorzitter? Ja. En wat is ondervoorzitter? Nou, je hebt een voorzitter. Dat is natuurlijk mevrouw Bergkamp. Bergkamp? Oh, ik dacht dat nog... En dan, daarnaast heb je ook... Ik ben niet helemaal bij. Daarnaast heb je ook ondervoorzitters. Je hebt een eerste en een tweede ondervoorzitter. En ik ben de tweede ondervoorzitter. En wat doe je hier vanavond? Nou, ik hoop straks het eerste exemplaar in ontvangst te nemen van het boek van Arthur van Amerongen, die het grote feestnummer is. En ik vind het ook des te leuker om hier te zijn, omdat ik uit de Zaanstreek kom. Ja. Dus hier liggen mijn roots. En, een thuiswedstrijd. Het is een beetje een thuiswedstrijd. En zo gaat het toch, je komt hier vandaan. En ik ken natuurlijk het hele centrum van Zaandam, want daar kom ik al 40 jaar. Het is een korte stap. En wat hier komt vanavond komt alles bij elkaar. Links, rechts, politiek en politieke spectrum. Ja. We zijn friends, sprekers van alle kleuren. En, maar wat is dat uniek? Ja, nou, ik vind het gewoon vooral heel gezellig om een hoop mensen te spreken. Het is natuurlijk ook goed dat de literatuur in hoog wordt gehouden. Ja. Dat is een heel belangrijk iets, literatuur. Daar hebben steeds minder mensen belangstelling voor. Arthur van Amerongen is echt een literator. Hij heeft een gouden pennetje. Hij neemt iedereen in de maling. Vroeger schreef hij geweldig voor de Volkskrant. Maar ik geloof dat ze hem eruit hebben gegooid. En nu schrijft hij nog voor HP De Tijd. Het is een man, als je zijn stukken leest, kun je er alleen maar jaloers op zijn. En hij heeft natuurlijk al zijn columns van geen stijl. Ben je nou jaloers op wat hij beleeft? Wat hij meemaakt? Nou, ik weet niet of hij zoveel... De schrijfstijl ben je jaloers. Ik weet niet of hij zoveel meemaakt. Want ik denk dat hij gewoon... Hij woont in Portugal. Ja, er is niks aan, hè? Portugal. Ik denk dat hij gewoon een heel burgerlijk leven leidt. Dat denk ik eigenlijk ook. En hij schot tegen het onze. Ja. Jouw visie, ligt die op één lijn met Arthur van Amerongen? Qua wat? Deel jij de normen en waarden die hij deelt? We kennen natuurlijk van dat hij hard tegen alles schopt. Want van elke tip andere meningen. Wokisme schopt hij nog het hardst tegenaan. Ja, dat zeker. En hoe hij Gloria Wekker te pakken neemt, vind ik ook geweldig. En, dan moet je me even helpen. Gloria Wekker is een... een professor aan de Universiteit van Amsterdam die van de intersectionele feministische... Intersectionele? Ja, ik weet het ook allemaal niet. Maar het komt er altijd op neer dat blanke mensen niet deugen. En ze zit ook bij B1. En Arthur van Amerongen maakt dat uit de gehak van haar en dat doet hij heel goed. En Frans Timmermans neemt hij ook altijd op de hak. Soms een beetje op de persoon gespeeld, maar... Ja, wat vind jij van Frans Timmermans? Nou, dat is niet mijn favoriete politicus. Waarom natuurlijk. Niet? Nou ja, omdat hij natuurlijk het gezicht is van de EU en daar ben ik niet zo dol op. Nee? En hij waarom niet? Waarom... Nou ja, omdat heel veel macht van Nederland naar de EU is gegaan. Dus heel veel dingen, bijvoorbeeld immigratie, kunnen we niet meer zelf beslissen. Ja. Maar het is dus overgeheveld aan mensen waar we nooit op gestemd hebben. Waaronder Frans Timmermans. Ja, u bent lid van de PVV. Ja. Kun ik dat zo zeggen? Bent lid? We hebben geen leden. Nee.
Dus dat doen we niet aan. Dat is heel ouderwets. Dus je staat eigenlijk, moet ik het voor me zien, dus je staat achter, je bent het brein achter Geert Wilders. Dat heb ik net gehoord. Ja, zwaar overdreven. Ik ben gewoon een van de 17 Kamerleden. Oké. En heeft u altijd al dit gedachtegoed gehad? Als ik het gedachtegoed bent u gedraaid en was u niet eens met migratie blijven? Heeft u uw mening gevormd? Zijn er vormende momenten geweest? Er zijn een aantal momenten geweest. Bijvoorbeeld dat ik in Parijs studeerde en me heel erg heb verdiept in de islam. Een ander moment was bijvoorbeeld de affaire Rushdie, eind jaren 80, waarbij dus heel veel Nederlandse moslims de straat op gingen om maatregelen te eisen tegen de Salman Rushdie. Dat was 89, dat was heel beangstigend. En wat eigenlijk de aanleiding voor mij was om de Tweede Kamer in te gaan, was de moord op Theo van Gogh. Ja. Dus ik kende... Dat zagen we net ook begrepen. Langskomen. Mooi, dus een historicus die een boek gaat schrijven over... Ja. Aan het schrijven is over Theo van Gogh. Ja. 5 jaar mee bezig, hij gaat nog een jaar door, zegt hij, dan is het klaar. Ja. Nou ja, en ik kende Theo redelijk en ik was zelfs bij hem thuis geweest. En hij werd vermoord. Terwijl Theo is een hele lieve man, innemend, een hele mooie stem in het debat. Stoort u zich eraan dat PVV vaak mensen niet eens meer bereid zijn om in discussie te gaan? Ja. Alleen als u dan zegt, ik ben van de PVV, dat ze dan niet meer naar u luisteren, maar hun mening al hebben opgemaakt? Nou ja, dat is natuurlijk wat gebeurd. Veel van mijn partijgenoten zijn ontslagen. Of als bekend wordt dat ze voor de PVV in een gemeenteraad zitten of in de Provinciale Staten. Dan raken ze banen, lopen ze mis. Promoties lopen ze mis. Het treft soms ook gezinsleden. Bijvoorbeeld een collega van mij zat in de Provinciale Staten van Drenthe. Nou, zijn dochter werd niet meer opgesteld bij de hockey, terwijl ze was het beste van het elftal. De coach was een D66'er. Dat soort dingen gebeurt heel veel. Wederhelften van ons treft het ook. Dus ja, we roepen van onszelf dat we een democratie zijn. Maar eigenlijk is er heel veel uitsluiting. Ja, maar uitsluiting is gewoon de essentie van het hele verhaal. Ja. Je ziet dat links overal de macht heeft. Links heeft de macht in de media, de universiteiten. Is dat zo? Want we zien dat het politieke spectrum gaat steeds naar rechts, hoor ik. Ja, maar de elites zijn gewoon keihard in handen van links. Geldt ook voor de rechterlijke macht, geldt ook voor de hoge ambtenarij, geldt ook voor de kerken, de vakbonden. De PVV wordt ook vaak populistisch genoemd, dus niet misschien links of rechts. Maar u ziet zichzelf wel op de rechterkant van het spectrum. Ja, kijk, de term populistisch wordt gebruikt om mensen weg te zetten. Ja. Zo van, je bent maar een populist. De suggestie van het woord populisme is dat mensen niet tot een mening komen op grond van hun eigen ideeën. Maar dat ze dat doen op basis van opiniepeilingen. Ja. Dus dat heeft iets... Weet je, je bent toch een soort... Meelullen met de grootste groep. Ja, dus dat is een beetje de suggestie. Ja. Dat is natuurlijk heel beledigend. Je ziet natuurlijk in de realiteit dat PVV'ers juist een enorme prijs moeten betalen voor het feit dat ze PVV'er zijn. Ja. Die krijgen te maken met die uitsluiting, met die ontslagen, et cetera. Op zo'n avond als vanavond kan heel open en vrij voelen. En zo zou het eigenlijk misschien vaker moeten zijn. Ja. Voel je hier op je gemak vanavond? Ja, ik voel me 100% op mijn gemak. Soms ik moet een beetje in de gaten houden wat er allemaal rondloopt. Maar ik heb het echt naar mijn zin. Ik ontmoet heel veel oude mensen. Hoe bedoel je dat, wat er allemaal rondloopt? Ja, nee, ik ben altijd... Moede. Ik ben altijd moede, ja. Dus op welke manier is dat dan? Nou ja, ik hou altijd in de gaten hoe mensen naar me kijken. En, ja, tuurlijk. Je maakt als PVV heel veel gevaarlijke situaties mee. Heb je ook echt confrontaties meegemaakt? Ja, ik heb ook confrontaties meegemaakt. Daar ga ik je geen details over vertellen, maar... Het is gewoon dreigingen van geweld en dingen in het openbaar. Dat is, dat maak je veel mee. Maken alle PVV'ers mee. Dus dat soort dingen... Dus dat is ook een hoge publieke functie. Van iedereen. Ja, maar dat... Ja. Veel mensen naar u kijken. Ja, maar dat soort dingen is aan de lopende band iets wat ons treft. Ja, want... Dan lever je wel iets in. Ja. Dan moet je het echt voor iedereen geloven. Dat is wel... Ja, dus het breekt je op. Ja. Aan de andere kant is het ook een mooie baan die ik heb. Maar het is uiteindelijk nog niks in vergelijken met de offers die Geert Wilders moet brengen. Ja. Want deze dagen is hij dus al, wordt hij al 18 jaar beveiligd. Ja. En dat is dus niet even iemand die met je meeloopt, maar hij woont in wat neerkomt op een safe house. Hij kan niet even naar de straat op. Als hij, wist hij toen hij ermee begon, wist hij dat het zo ver zou komen? Nee, dat denk ik niet.
Ja, hij kan in ieder geval niet terug. Hij kan ook niet meer terug. Hij kan niet meer terug. En je ziet ook dat dus de islamitische doodsbedreigingen alleen maar toenemen de afgelopen jaren. Ja. Dus dat wordt er niet beter op voor hem. En hij brengt de echte offers voor mij. Het allemaal, ik kan me voorstellen, als je dit zo lang doet, dan moet het wel voelen alsof je echt meedraagt aan besluitvorming. Voelt het zo? Of voel je ook heel veel uitsluiting? Ook in Den Haag, je ziet natuurlijk heel veel partijen niet met ons willen regeren. Dus ook op politiek niveau zie je natuurlijk een uitsluiting. Ja, dus, ja precies, dat bedoel ik. Dus in die zin nemen we vaak niet deel aan politieke besluitvorming. Ja. Maar voelt het dan wel alsof je ergens voor, alsof je iets teweeg kan brengen? Of voelt het vaak alleen dat je een mening verkondigt en een andere manier laat zien, maar niet wordt meegenomen in de besluitvorming? Nou, kijk, wat je ziet is dat heel veel discussies onze kant op komen. Hè? Dus 15 jaar geleden riepen wij al, kernenergie moeten we veel meer gebruiken. Nou, er werd er heel denigrerend op gereageerd. Zo van, gaan jullie ook de Russen bashen? Hè, jullie bashen wat Marokkanen, nu ga je ook Russen bashen. Dat soort reacties kregen wij echt. 15 jaar geleden was dat bashen. Ja, en nu zegt iedereen van, kernenergie, dat hadden we 10 jaar geleden al moeten doen. Dus hadden we niet in die shit gezeten. En dat zie je op heel veel gebieden, ook op immigratie. Zeggen mensen van, ja, misschien is het nog niet zo'n slim, niet zo'n slecht idee om de wet te zien. Shiften? Nee, op heel veel vlakken krijgen wij gelijk. En dat duurt nu de woningtrapte? Op heel veel gebieden. Maar ja, dat zet zich niet altijd om in beleid en het zet zich ook niet altijd om in regeringsdeelname van ons. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat die frustrering leidt totdat je hoop opgeeft, maar hoop geef je niet op. Nee, we geven de hoop nooit op. Nooit op. We geven de hoop nooit op. Dat is ook wel sterk, vind ik. Ja. Is dat een mooi einde van je interview of niet? We geven de hoop nooit op. Dankjewel. Keep hope alive. Dankjewel, Martin. Je doet het goed, man. Dankjewel. Wat een talent is deze gozer. Ja, ik moet nog veel leren dingen. Heb jij hem opgeleid?